Yo, yo, yo. Wij zijn Aliar. En Mike. Yo. Nou, helemaal geweldig, hè? Ja. En zoals je vast al weet, we zijn al heel lang bezig. Maar wij zijn de I Am Squat Movement. Ja, en dat is heel leuk. Je hebt er vast wel van gehoord. Anders kijk je de filmpje denk ik niet. Nee, maar anders kunnen jullie ons volgen op Facebook, ja. YouTube. En dan komt hier een link. Klopt. Geniet ervan. Maar we gaan vandaag nu even iets anders doen in plaats van alleen maar benen. We gaan nu core aanpakken. Ja, de core training is ook heel goed, want daar zit ook de bil in, de onderrug en de buikspieren, zijbuikspieren. Dat is heel belangrijk. Dus daar gaan we ook even aandacht aan besteden. Dat is ook heel leuk. En dan, we trainen eigenlijk de spieren van binnen naar buiten. Dat is heel anders dan dat je gewend bent. Maar het zou voor heel veel trainingseffecten zorgen, positieve trainingseffecten. Nou ja, core zorgt er ook wel voor dat je iets meer stabilisatie in je lichaam hebt, iets steviger bent, iets meer tegen een stootje kan in principe. Eerst dan allereerst de plank. Nou, helemaal geweldig, de plank. Nou, het woord zegt het al, hè? We gaan planken. Dus, en als variatie gaan we ook nog eens de side plank doen. Klopt. Nou, helemaal geweldig. Dan hebben we dus. Kan je meteen voor en zijkant. En nou, top. Bijna synchroon. Nou, geweldig. Zal ik hem voordoen? Ja. Cool. Oké. Okay. Nou, ik ga jullie even de plank en de side plank laten zien. Dat is een oefening voor de voorste buikspieren, dat is dan de plank. En de side plank, zoals dat zegt, voor je buitenste. Voor de zijkanten. We beginnen ongeveer met 20 seconden volhouden of 10, 20 seconden. En dan probeer je iedere keer ietsjes langer. Ja. En dat is toppie. Top. Hier komt ie. Oké, laat hem even zien, hè. Ga maar planken. Goed zo. En als je ziet, hij houdt een hoek van 90 graden in zijn ellebogen. En hij steunt op zijn ellebogen. En hij zorgt ook echt dat hij zo recht is als een plank. Dus je gaat niet je billen omhoog brengen. Dat doe je voor de gein. Zo, nee, dat is fout. Ja, goed zo. En heel laag, dat is ook fout. Je houdt die spanning op die buikspieren. Je voelt hem ook wanneer je billen dus omhoog of omlaag doet, dan voel je hem heel erg in je onderrug. Ja, en dat is ook weer net niet de bedoeling. Als je denkt van, plank is te makkelijk voor mij, je houdt 2 minuten vol, dan doe je met 1 been omgetild. Ja, of, maar als je hem echt moeilijk wil maken, als je hem echt moeilijk wil maken, breng je je ellebogen meer naar voren. Probeer eens, voor de gein. Ja, dat maak je moeilijk joh. Probeer dan maar eens vol te houden, 20 seconden. Kijk hem eens trillen. Zwaar hè? Zeker. Dus als je het moeilijker wil maken, kun je op 1 been doen, of op 1 arm, of je plaatst je ellebogen iets meer naar voren. Klopt. Perfect. Nou, nu gaan we dan door naar de volgende oefening en dat is de side plank. Zet hem op. Weer steunen op de elleboog. En op 1. En op je voeten, nou zie je, knieën houdt hij bij elkaar. Hij zorgt dat zijn knieën niet op de grond komen. Ik weet niet of je broek iets... Kijk, knieën blijven allemaal van de grond. Zo kaarsrecht als een plank. Perfect. Hand in de lucht of we kunnen hem langs je lichaam houden. Dat is maar net wat je makkelijker vindt. En de zijbuikspieren aanspannen, hè? Klopt. Heel goed. En nogmaals, let op je ademhaling. Oh, je adem niet in. Zoals je merkt, ik ben nu aan het praten en ik heb het zwaar. Maar blijf gewoon rustig in en uitademen. Ja, alsof het niets is, hè? Moet je kijken. Jeetje, doet hij vaker, hoor. Hè? Als je dan de rechterkant hebt gehad, ga je naar de andere kant. Dan ga je op je andere arm steunen. Perfect. En nou jongens en meisjes, dit was dan een plank en een side plank. Veel plezier met hem te doen. En let erop, doe ze niet te vaak. Want als je hem te vaak en te zwaar wil gaan doen, kan je last krijgen van je rug. Dus begin gewoon heel rustig en bouw het langzaam aan.